Gewaarschuwd door een rooklucht en lampjes in het dashboard, zette een automobiliste haar auto dinsdagochtend meteen aan de kant bij de afslag Dukenburg van de A73. Toen ze de auto ongedeerd verliet, waren er al vlammen te zien bij de motorkap. De brandweer kwam snel in actie, maar de auto brandde toch grotendeels af. Deze werd vervolgens afgevoerd door een berger. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. We'll be right back.